Welkom bij deze Yin Yoga les. Vandaag doen we voor het grootste gedeelte de oefening tegen de muur aan. Dus zorg ervoor dat je je mat op deze manier geïnstalleerd hebt. In de lengte tegen de muur aan en zorg dat de muur vrij is, zodat je daar je benen tegenaan kan leggen. Ja? Zorg er ook voor dat je iets op je mat hebt liggen. Misschien een dikke deken of nog een matje, zodat het wat zachter is voor je rug en je staartbeen. Daarnaast heb je een riem nodig misschien. Dus je kan gewoon een riem nemen, een broeksriem nemen. Ja, dat is prima. Leg die ook naast je neer, dat je er makkelijk bij kan. Dat je niet hoeft op te staan. En eventueel nog een kussen ernaast. Maar zorg ervoor dat je makkelijk bij kan. Nou, installeer je telefoon of je iPad of je tablet. Zo dat je mij makkelijk kan zien. Dat je niet helemaal naar achteren hoeft omhoog te komen om te kijken, achterom te kijken wat ik aan het doen ben. Maar dat je misschien alleen je hoofd hoeft te draaien omdat daar je dingetje staat om te kijken wat de volgende oefening is. Ja? Als het niet gaat, hoef je natuurlijk de muur niet te gebruiken. Andere alternatieven zijn natuurlijk ook prima. Zonder muur is het ook goed om te doen. Om zo dicht mogelijk tegen de muur aan te liggen, want dat wil je wel het liefst bij de eerste oefeningen, kan je op deze manier het dichtst bij de muur komen. Dus als je mij geïnstalleerd hebt en jezelf geïnstalleerd hebt, kom je dus helemaal tegen je muur aan zitten. Gewoon er tegenaan, zo ver mogelijk en dan vooral daar die heupen, dat bekken iets kantelen, je billen als het ware tegen de muur aan willen brengen. Ja? Dan ga je dus op je zij liggen en dan werk je nog meer die billen tegen de muur aan. Dit is de makkelijkste manier. En vanaf daar draai je op je rug. Misschien moet je dan iets gaan verschuiven, kan je even die heupen optillen. Maar dan lig je eigenlijk al in de eerste houding. Dat is je eerste houding. Je benen, je billen tegen de muur aan. Misschien trek je jezelf nog ietsje tegen de muur aan en hou vast hier. Meer hoef je niet te doen. Je kan als je wil, om het ontspannend te maken, je armen boven je hoofd neerleggen. Dat is prima. Vind je dat niet prettig, armen langs je lichaam. En hou vast. Nou, adem rustig in en uit. Sluit je ogen hier. En hopelijk heb je al wat muziek opgezet, anders moet je nu weer uit je houding. En om muziek op te zetten, of misschien vind je het gewoon prettig om zonder muziek dit te doen. Dat is ook helemaal oké natuurlijk. Dus sluit je ogen, adem rustig in en uit. En ontspan hier. En heb je een kleine holling in je rug nodig, omdat je te veel druk voelt in die wervels, doe dat dan door je handdoek misschien wat op te rollen of je dekentje. En daar je lichaam op neer te leggen. Niet te fanatiek daar, want je bent al gelijk in een flinke holling hoor. Omdat je rug tegen die grond aanduwt. Adem rustig in en uit, sluit je ogen en kom even helemaal tot rust hier. Je wordt ondersteund, je hoeft verder niets te doen. Alleen te ademen en te zijn. Probeer.
En vanaf deze houding gaan we door in de butterfly houding. Ja, je draait je benen vanaf je heupen iets uit. En je laat je knieën naar buiten toe zakken totdat je voeten tegen elkaar aankomen. En wil je iets meer, dan druk je ietsje meer door, dat je wat meer gaat openen. Dat kan zijn, als je de ruimte niet zoveel hebt daar, dat je maar een heel klein stukje naar beneden kan. Ja, of je hebt last van je rug. Wat je ook mag doen, is jezelf ietsje van de muur afleggen. Dus dat je ten opzichte van je billen een schuine lijn naar je voeten maakt. Dus leg jezelf, heel je lichaam, dan wat verder naar achteren. Daardoor krijgt je heupen meer ruimte om te openen. En gesloten heupen, die wat meer moeite mee hebben, die hebben dan iets meer ruimte ook om in de houding te komen. Ja? Dus dat is prima om te doen. En lukt het wel, dan mag je hier blijven. Je mag wel of niet je armen boven je hoofd neerleggen. Ga je gang en je schouders laag houden in je butterfly positie. En hoe laag je kan komen is niet belangrijk, hè? Hoe diep je kan komen. Maar het gaat erom dat je wat voelt. Dus als je denkt, ja, ik voel het daar, dan zit je goed. En vind je dit niks of wil je het zonder muur doen omdat je het gewoon niet goed in de houdingen kan komen, maakt helemaal niet uit. Je butterfly positie op deze manier is ook prima, hè? Dus met je handen gewoon van de muur af, ook prima om te doen. Ja? Dus pas het aan naar wat voor jou oké voelt. En ook hier adem rustig in en uit. En kijk eens of je je ademhaling iets kan gaan vertragen. Dus langzaam inademen. Aan het einde van je inademing hou je vast. En langzaam uitademen. En als je nou de muur niet gebruikt, maar je hebt zoiets van, ja, ik kan niet bij mijn tenen komen, want dan gaan mijn schouders naar voren. Dan komt je riem in beeld. Die doe je om je voeten heen. Ja, die pak je beet en die trek je ietsje naar je toe. Dan kan je schouders toch laag houden en toch in de oefening zijn. Dus kijk wat je nodig hebt en welke positie je ook doet. Een positie voor jouw lichaam is ook altijd mogelijk. Pas het aan naar wat oké voelt. Adem rustig in en uit. Langzaam die armen weer terug. En help die benen weer knieën bij elkaar. Langzaam.
En dan strek je je rechterbeen door. Nou, het kan zijn dat dat gewoon niet lukt, omdat je gewoon de lengte niet in je hamstring hebt. Dat komt bij de meeste mensen voor. Ook hier, omdat als je knie niet helemaal kan strekken, het been niet tegen de muur kan houden, dan wordt het voor je linkerheup vrij heftig. Kan het, dan probeer je het zeker. Maar kan het niet, dan laat ik je zo het alternatief zien. Dus kan je met je been gestrekt daar zijn, is het prima. Breng dat andere been dwars daar over die knie en hou vast. Ja? Dus dit is je volgende houding. Vanaf hier hou vast. Wil je het intensiever maken, heb je nog meer ruimte en voel je hier niet zo heel veel van, dan kan je ook hier je riem gebruiken en dat been iets naar je toe halen. Ja? Dan wordt de druk daar groter in de linkerheup. Maar het kan überhaupt zo zijn, nogmaals, dat je die hamstring niet kan strekken. Ja? En als je dan dat been op een gebogen knie moet doen, dan wordt die heftiger. Kan het, dan mag je hem op deze manier uitvoeren. Je kan ook zeggen, in plaats van die riem, buig ik het been en ik hou hem hier vast. Maar heb je die ruimte niet, krijg je last van je rug, leg dan je bovenlichaam meer omhoog naar boven toe, zodat je wat schuiner ten opzichte van de muur komt te liggen. Ja? Dan heb je die druk veel minder. Dan doe je hetzelfde, dezelfde houding, alleen dan is je been schuin vanaf je bil tegen de muur. En waarschijnlijk niet heel je been tegen de muur, maar misschien je hiel alleen maar. Dat mag ook. Dus pas het aan naar wat voor jou oké voelt en waar je wat voelt. En wil je het tegen de muur wat verzwaren, kan je riem gebruiken of op deze manier je knie bewust buigen, zodat de druk groter wordt in de heup. Adem rustig in en uit, ook hier. En probeer zoveel mogelijk, zoals ze dat noemen, in dat hier en nu te blijven. En wat ze eigenlijk daarmee bedoelen is dat je zo min mogelijk afdwaalt naar het verleden, naar wat je dadelijk nog moet gaan doen, maar gewoon aanwezig blijft. En dat is een kwestie van trainen. Net zoals je je lichaam traint, ja, je yoga doet, in je oefeningen, je lichaam verbetert, verbeter je ook je brein. Als je maar blijft terughalen, zonder daar een emotie aan te koppelen, zonder het vervelend te vinden of gefrustreerd ervan te raken. Nee, gewoon accepteren waar gaat het heen, je ziet waar het heen gaat en je haalt het weer terug en je focust het weer op je ademhaling of op een punt op het plafond waar je naar kijkt, maakt niet uit. Adem rustig in en uit, zoek dat punt van het hier en nu op en probeer daar zo lang mogelijk te blijven. Probeer.
been dan weer terug. Help die voet van die knie vandaan. Oké, dan strek je je linkerbeen tegen de muur aan als dat gaat. En dan laat je hem naar links toe komen. En hoe ver je kan, dat hangt gewoon van de ruimte af natuurlijk. En je rechterbeen gaat iets opzij, naar buiten toe. En die buig je, die mag je buigen, hoeft niet. Voor een halve dragon. En hou vast hier. En wil je hem niet helemaal buigen, dan hou je hem wat rechter. Dan krijg je ook wat meer ruimte hier. Halve dragon positie en hou vast. En ook hier weer, als je jezelf van de muur afhoudt, ja, dan kan je wat schuinen. Dan zet je alleen je hielen tegenaan of hielen een stukje kuit. En dan kan je daar blijven als je wil. En wat je ook mag doen is gewoon op je rug komen liggen. En de gesloten hoekhouding doen. Met de voeten tegen elkaar, een soort butterfly houding. Maar dan met de voeten tegen elkaar op de grond. En laat je knieën naar buiten toe komen. Is ook prima om te doen, hè. Hou vast. En voel natuurlijk vooral die stretch aan de binnenkant van dat bovenbeen. Dan heb je het idee dat je een beetje omkantelt. Druk dan met je rechterhand op je rechterknie. Dat is prima te compenseren. Vrij heftige positie. We blijven niet te lang in. En om terug te komen, ondersteun je linkerbeen, knie, en duw hem terug. Voorzichtig, kan gewoon behoorlijk gevoelig zijn. Oeh, en ontspan. Oké. Strek je benen weer door tegen de muur aan. Als dat lukt. En als dat lukt, zet je je rechtervoet dwars over je linkerbovenbeen, boven je knie. Nogmaals, lukt dat niet, leg jezelf van de muur vandaan. Dan ben je een beetje schuin met je benen tegenover de muur. Wil je meer druk in die rechterheup? Buig dan je linkerknie iets. En hou vast maar voorzichtig voor die knieën. Want je gaat heel snel te ver. Omdat je kan duwen met je linkerhiel. Dus als het niet oké voelt in die knie of die heup, niet doen. Gewoon daar blijven. Ja? En wil je die muur überhaupt niet gebruiken? Geen probleem. Deze houding kan je ook gewoon doen. Dan met je knie gebogen, je linkerknie gebogen, je been, je voet laag. Ook een optie. Kijk wat gaat en wat oké voelt. Pijn is niet oké, druk is oké, wees voorzichtig in het lichaam. En hou vast. Dit is ook een goede stretch, hè, voor dat, die peervormige spier in je bil. En daar loopt die zenuw doorheen, die ischiaszenuw. En die wordt gestretched. Dus als je daar als afknelling hebt en die kan helemaal de buitenkant van het been naar beneden lopen. Dit is een goede stretch om te doen, maar kan ook echt heftig aanvoelen. Dus als het niet meer gaat, pas je houding iets aan of beweeg een beetje of kom uit de houding en doe wat windshield wipers met je knieën van rechts naar links.
En langzaam help die voet, dat been uit die positie, strek ze allebei weer. Buig je linkerbeen dan en iets naar buiten als dat lukt. En breng je rechterbeen opzij in je halve dragon positie en hou vast daar. Je hebt die muur om te ondersteunen, tegenaan te leunen. En lukt dat niet, die gesloten hoekhouding met je beide voeten gewoon aan de grond. Ja, een stuk naar achteren gaan liggen, weg van die mat. En dan je knieën openen en je voetzolen tegen elkaar aan. Adem rustig in en uit. Ga niet te ver als het pijn doet. Breng dat been iets terug en buig hem misschien een beetje. Kijk waar je kan zijn zonder pijn te hebben. Om uit de houding te komen, help daar met je hand, knie, buig hem iets, trek hem iets naar je toe en duw dan terug. Die spieren zijn in de eindpositie, dus die vinden het niet fijn om in één keer aan te moeten spannen, terwijl ze daar gerekt worden. En dan mag je proberen of je in de gewone dragon kan komen, dus dat betekent allebei die benen laten zakken. Kijk waar je kan zijn en hou vast. Nogmaals, niet te veel. Als je dan die binnenkanten daar, die banden voelt aan de binnenkanten van de knieën. En misschien daar hoog tegen de stuit aan. Te veel druk zet, te pijnlijk is. Buig die knieën en breng het een heel klein beetje terug. Ja, geen enkel probleem. En wil je armen boven je hoofd neerleggen, dan mag dat ook. Kijk wat je prettig vindt. Misschien helpt het wel de focus en te concentreren als je je handen op je buik legt. Mag ook.
om je uit deze positie te helpen, buig je knie iets met die armen, de handen aan de buitenkant en duw terug. Perfect, oké. Nou, om helemaal van de muur af te komen, ja, rol op je zij, maar niet uit welke kant, en vanaf hier druk je omhoog. Heel goed gedaan, netjes. Ja. En je kan dus wat druk ervaren, hè? Wat sensatie ervaren, daar in dat gebied wat je net hebt opgerekt. En met de muur kan dat dus een stukje intensiever zijn. Nou, je mag blijven liggen hoor, ik draai mijn mat even. Als je het prettig vindt van de muur af, dan mag je dat ook doen uiteraard. Oké, en dan mag je in child's position komen om even je rug te stretchen. Dus kom in je child's position. Op je knieën. Billen naar achteren toe. En hou het even gesloten als het mogelijk is. Dus je knieën bij elkaar, want je hebt heel veel geopend. Voorhoofd op de grond. Armen langs je lichaam. Langs die benen, zodat je schouders wat over die knieën heen vallen. Nou, draai je hoofd naar links toe. Zodat je je nek daar een beetje gaat stretchen. En daar een beetje ruimte in gaat brengen en het mobiliseren van de nekwervels. Dus je hoofd naar links toe, zijkant van je hoofd aan de vloer. Is dat too much? Gebruik dan een deken om een kussen om wat te verhogen. Zodat je een steuntje hebt, maar je mag absoluut niet zwevend zijn. Dus niet zodat je hoofd vasthoudt, want dan span je de spieren aan. In plaats dat je ze stretcht daar, hè. Nou, adem rustig in en uit en als je het prettig vindt, mag je een beetje wiegen van rechts naar links. Stretch die billen, die rug op een neutrale manier. En als je het zat bent het wiegen, kom je in die stilte. Adem rustig in en uit. Een rolletje onder je enkels is ook altijd een optie, hè? Als je te veel last hebt van die wreven. Of die enkels. Draai je hoofd dan naar rechts toe en dan haal vast. Draai je hoofd dan weer terug. Met je handen naast je borst en onder je schouders duw omhoog. Ja. Knieën wat opzij, als dat mogelijk is.
je handen wat naar voren toe. Vanaf hier kom je naar voren toe. En dan zak je ietsje in. Naar achteren toe. Rok weer terug naar achteren. En hou vast. Nogmaals. Naar voren toe. Zak iets in. En naar achteren toe. Ga niet te ver. Pijn is niet oké. Maak het heel klein beetje dynamisch. Omdat we vrij alles statisch hebben gedaan. Ja. Goed voor die heupen om te openen. En weer terug. Naar voren. En weer terug. Laatste keer naar voren. En weer terug. En kom dan nog even in je open child's position. Als je lichaam dat toelaat en je hebt geen last van bekkeninstabiliteit. En anders sluit je die knieën en hou je hem nog een keer gesloten. Misschien lukt het je om je kin neer te leggen. Hoeft niet hoor. Mag als het gaat. Armen naar voren toe en hou vast. Trek die handen terug, duw omhoog. En vanaf hier leg je onderarmen neer en maak je even een bolle rug, kin in. En dan weer een holle rug. En weer bol, even een tegenhouding met je onderarmen aan de grond. En dan weer hol. En nog een keer bol. En ontspan. Help met je handen je bovenlichaam omhoog. Ondersteun. Kom liggen op je rug. En nogmaals ondersteun. En vanaf hier doe je die windshield wipers. Even van rechts naar links. Mooie oefening om mee af te sluiten. En van hier kan je natuurlijk doorgaan in de meditatie. Misschien even je dekentje pakken. En gewoon nog even stil blijven liggen. Misschien heb je een meditatie die je graag luistert. Of vind je het gewoon prettig om hier even te liggen in die stilte? Dat is prima natuurlijk. Trek nog even die knieën naar je toe. Hou vast. En maak kleine cirkeltjes. Masseer daar die onderste wervels, staartbenen en die bekkenrand tegen de grond aan. Want die hebben net best wel druk opgevangen. Als je met je benen tegen de muur aan lag. Andere kant op. Hou even vast. Trek naar je toe. En weer een stukje van je vandaan. Trek naar je toe. En weer een stukje van je vandaan. Trek naar je toe. En weer van je vandaan. Trek naar je toe. En terug, zet je voeten neer en ontspan. Als je omhoog komt via de zijkant, nogmaals, misschien blijf je nog even liggen voor je meditatie. Misschien ben je klaar ermee. In ieder geval, dank je wel voor het volgen van de les en dank je wel voor de energie. Adem in, uit, namaste en tot de volgende keer. Goed gedaan.